Dan gaan we naar het kasteel in Bezel. Niet voor het draaksteken dit keer, maar het waterschap is dan namelijk bezig om een heel familie bevers te vangen. En dat ziet al aardig op. Het is nog een hele klus voor het waterschap. Bij het kasteel in Bezel zit een grote familie bevers. En die zorgen voor zoveel overlast en schaai dat het waterschap heeft besloten om de familie te verplaatsen. Maar daarvoor moeten ze eerst gevangen worden. De afgelopen week hebben er speciale vangkooien gestaan bij het kasteel. Al meteen op de eerste dag werden de eerste bever gevangen, maar daarna bleven de kooien lang leeg. Maar dinsdag en woensdag waren ze raak. Inmiddels zijn 3 bevers gevangen. Maar dat betekent ook dat er nog zo'n 3 à 4 bevers rondom het kasteel rondlopen. De bevers die gevangen zijn, werden ergens anders weer vrijgelaten, zodat ze niet langer schaai kunnen veroorzaken aan de gracht van het kasteel in Bezel. Door de bevers leept zelfs de fundering van het kasteel gevaar. Op zich is het een goed teken dat de bevers weer terug zijn in het Limburgse land. Maar bevers kunnen dus ook voor overlast zorgen. En dus werden ze, volgens waterschap Peel en Maasvallei, verplaatst naar een plek waar ze ongestoord hun gang kunnen gaan. En nu maar hopen dat de rest van de familie ook snel in de kooien terechtkomt. Des te eerder kunnen ze meteen weer herinnerd op de nieuwe plek.